vertellen over de Gezondheidsweek? Afgelopen september hebben wij een Gezondheidsweek georganiseerd. Samen alle scholen bij Van Nieuw Amsterdam hebben langs gegaan. En daar hebben wij alle klassen uitgenodigd in de gymzaal. En hebben wij verteld over, over sport, over tandenpoetsen, gezond eten. Een stukje welzijn. En Emma Gezond heeft ook een bijdrage gehad? Ja, Emma Gezond die heeft ervoor gezorgd dat alle verenigingen fruit hebben gekregen. Die ze uit konden delen aan de kinderen. Ook heeft Emma Gezond ervoor gezorgd dat alle kinderen een bidon hebben gekregen. Die ze kunnen gebruiken om de water te drinken. In Amsterdam, Veenhoord en Sampel was de start voor de Gezondheidsweek. Omdat er ook al een aantal initiatieven liepen. We hebben al heel snel verschillende lokale partijen bij ons betrokken. Dus ook de Albert Heijn, de sportverenigingen, de scholen, de buurtsportcoaches en de GGD. En de tandartspraktijk. In samenwerking hebben we hier ook een hele mooie folder voor gemaakt. We hadden aan te kondigen dat de week zou plaatsvinden met daarop ook een quiz. Die de kinderen konden inleveren bij de Albert Heijn en die konden daar hele mooie prijzen mee winnen. Een jaar lang sporten en een sportoutfit. Ook weer gesponsord door een lokale ondernemer. En de Albert Heijn heeft een supermarkt safari georganiseerd. Om weer bewust te worden van welke producten zijn er allemaal te koop, hoe leer ik een etiket lezen. Ik ben Aaf Vermeijer, schoolmaatschappelijk werker in gebiedsteam Velden. Ik heb een aantal kinderen gesproken naar aanleiding van de Gezondheidsweek. En de reacties waren echt superleuk. De kinderen vonden het superleuk om bezig te zijn, rondjes te rennen. Ze hebben dingen geleerd, zoals touwtjes springen. Sommigen vonden het heel erg ingewikkeld. Ik heb gehoord over de tandartsassistenten die tanden kwam poetsen. Terwijl iedereen dacht van nou, dat kunnen we wel en dat lukt ons wel. Maar dan bleek toch dat ze het ook niet allemaal helemaal op de goede manier deden. Ik ben nog steeds, dus nu januari, is het nog steeds waterbrengen woensdag op de woensdag. Dus dat hebben ze sowieso meegekregen. Hoeveel suikerklontjes overal in zaten, dat ze echt verbaasd waren wat ze allemaal, hoeveel suiker er in hun eten zit. En in hun drinken ook met name.